Hey guys, welkom bij een nieuwe video. Ik ga jullie vandaag weer een keer laten zien wat ik allemaal eet op een dag. En zoals jullie weten gaan al mijn maaltijden helemaal plantaardig zijn. Het is vandaag moeilijk om interessante gerechten te maken, want we hebben heel weinig in onze koelkast staan, zelfs heel weinig in onze diepvriezer zitten. En ook de voorraadkasten hebben bijna geen voorraad meer. Dus ik moet echt gaan improviseren met wat ik maak. Het kan zijn dat ik wel voor één of twee dingen naar de winkel ga gaan, maar voor het grootste deel zullen de maaltijden dus vrij basic zijn. Maar dat mag ook wel een keer. Het is momenteel al bijna 12 uur en ik ga nu pas mijn ontbijt maken. Ik had totaal geen honger, nu zelfs nog altijd niet, maar ik moet toch iets gaan eten. En ik ga als ontbijt vegan wafels maken. Heb ik al heel vaak gemaakt, hebben jullie ook al heel vaak van mij gezien. Maar dit was een van de weinige dingen die ik kon maken eigenlijk met wat we nog over hadden. Dat zijn echt wel zo hele simpele ingrediënten, gelijk bloem en melk en zo. Dus dat kan ik ervan maken. Ik heb het beslag al klaargemaakt. En het enige dat ik nu nog moet doen is het wafelijzer nemen. Insteken, laten opwarmen, beslag erin. Mijn wafeltjes zijn heel goed gelukt vandaag. En dit is wat ik er ga opdoen, zoals altijd. Zelfs mijn toppings zijn laag in voorraad. Ik gebruik normaal altijd deze gelei, maar er zit echt nog maar een heel, heel klein beetje in. Dus ik ga het moeten combineren met een andere. Tahini doe ik er ook altijd op. Dat is heel lekker in combinatie met die gelei. Ook hier zit niet meer veel in. En hier is mijn laatste voorraad gemalen lijnzaad. Het is echt maar weinig, maar oké. En de laatste topping, dat zijn deze bevroren frambozen. Eerst die. Lekker. Lekker, hè, schat? Quinn zal wel een paar hapjes gaan pikken van mij, hè? Baby. Ja, schat, die waar, hè? Het wafelken is nog niet klaar. Tahini. Ja, gaan we eerst een thumbnail maken? Thumb maken. Oh, gaan we dat zo eten? Dat wist ik niet. Ik dacht dat we het met mes en vork gingen eten. Lachen. Goed zo, Shatty. Ik vind wel eens een eigen wafeltje. Dus we hebben er nog een extra gemaakt, denk ik. Ik ook wafel. Ja, zou het klaar zijn? Ja. Ja. De laatste tijd ook veel meer water te drinken, want dat deed ik eigenlijk nooit. Soms dronk ik gewoon een hele dag niks en dan de dag daarna besefte ik dat. Dus ik ga dit glas nu vullen en mezelf verplichten om het op te drinken voordat ik iets anders ga doen. Het is nu 2:15 en ik ga dadelijk vertrekken naar het Nationaal Park. We gaan dan wandelen. En ik ga samen met mijn lieve Shiloh natuurlijk en met mijn twee best friends, Jill en Stephanie. We gaan een hele lange wandeling doen daar. Het is echt super fijn. En ook voor jou, hè, want je vindt dat zo fijn om te doen. Maar voordat ik vertrek, ga ik nog een beetje fruit eten. Ik heb hier twee kiwis. Als ik er meer had, zou ik er meer eten. Maar zoals ik zei, er zit niet meer veel in onze koelkast, dus dan moet je het maar doen met twee kiwis. Shiloh, gaan we dadelijk wandelen? Oh, ik vind dat zo lief als hondjes zo met het hoofd doen. Gaan we dadelijk wandelen? Oh, ze gaat dat zo fijn vinden. Gisteren heb ik veel minder fruit gegeten dan dat ik normaal zou doen. En ik heb dan altijd na zo'n dag dat ik echt 10 stukken fruit verlang. Dus ja, jullie zullen veel fruit gaan zien in deze video. Ik snij altijd mijn kiwi in twee en dan lepel ik dat eruit. Maar er zijn blijkbaar ook mensen die kiwi gewoon met de schil opeten.
Oei. Ik heb dat nog nooit gedaan. En toen ik dat voor de eerste keer zag, dacht ik, dat is heel raar. En dat lijkt me echt niet lekker, want dat is zo harig. Ik wil het eens proberen. Ik heb het nog nooit geprobeerd, maar we gaan het gewoon doen, hè. Het is eigenlijk niet zo erg als ik gedacht had. Als ik erin bijt, is het een beetje taai, maar voor de rest is het eigenlijk wel lekker. Hebben jullie dat al ooit proberen eten met schil? Laat me weten hoe jullie kiwi eten. Heel interessant onderwerp, maar ja, ik had echt nooit gedacht dat dat best wel oké zou zijn. Ik ga nu vertrekken naar het bos en ik heb nog een banaan mee. Die is heel rijp. En een, ja, een flesje water. Niet zo heel veel, maar mijn andere waterfles past niet in mijn tas. Dus heb ik maar dit kleintje. Let's go, Shiloh. We gaan naar het bos. Wandelen. Dus ik heb denk ik 100 meter gereden of zo. En de auto was de hele tijd naar één kant gaan trekken. Echt heel fel. Dus ik ben uitgestapt om te kijken of er misschien iets fout was of zo. En de band is gewoon helemaal plat. Maar echt plat. Ik zal u laten zien. Kijk. Echt helemaal plat. En nu ben ik hier dus gestrand in het midden van de weg. Ja, ik ben nog net aan de kant kunnen gaan. Maar ik heb mijn mama gebeld of zij kan komen. En ik heb Shil en Stefanie ook al op de hoogte gebracht dat ik waarschijnlijk later ga zijn. Maar dit is echt wel heel vervelend. Ik hoop dat we dat kunnen oplossen. En ik hoop dat mijn mama snel hier is, want ik zit hier echt zo heel belachelijk en iedereen kijkt naar mij. Hallo. Dus ik ga nu bij mij thuis vertrekken. Dus ik ben er over een kwartier. Ik heb de auto van mijn papa nu. De auto is nu in de garage en ik ga nu met de auto van mijn papa. Maar dat is zo een busje. Zo'n heel lang busje. Dus het is een beetje moeilijker om mee te rijden, maar dat kan ik ook. Maar het probleem is dat Shiloh nu hier op de stoel moet zitten, want achterin zit het vol met mijn papa zijn werkmateriaal. Dus Shiloh, je moet heel braaf hier blijven zitten, hè? Ik ga jou nog vastmaken en dan gaan we eindelijk vertrekken naar het bos. Is het goed? Ben ik nu mooier? Is het altijd mooi, girl. Oké, thanks. Oké, we zijn ondertussen al een hele tijd in het bos. Gaan ze mij wel horen met die wind? Kom, Shiloh. We zijn al een uur aan het wandelen, denk ik, of zo. Ik denk het, laat maar hier 3:30. Ja. Ja, al een uurtje aan het wandelen. Ik ben de leiband van Shiloh kwijtgeraakt. Maar dat is oké. Ik wou gewoon even zeggen dat ik nu mijn banaan ga eten. Spannend nieuws! Spannend nieuws! Just eating the banana. Banana? Banana. Ja, goed zo! Dat was echt een movie making. Oh, zo mooi hier. Hè. Ik ben gegaan voor de gewokte groentjes, de lekkerste champignons in de wereld. Ik had ook 3 van die avocado sushis, maar die heb ik al op. Deze, ja, die zijn nog van Shil. En dan heb ik zo'n sushietje met zeewier. We bestellen alles in rondes, dus dit is niet alles wat ik ga eten ofzo, maar we moeten gewoon telkens op dit papiertje invullen wat we willen eten. Dus dadelijk gaan we voor ronde 2. Maar ik vind het gewoon fijner dat alles zo in rondes komt. Dan blijft het altijd spannend. Nee, dank u. Het volgende dat ik heb, dat zijn de noedels. En we hebben ze alle 3. We hebben alle 3 gevraagd zonder ei. Vegan. Oké, wat vind je? Echt, iedereen is aan het staren. Bij de tweede ronde horen ook weer de lekkere champignons. Er komen echt nog heel veel dingen aan. Oh jeetje. Ja, dat is makkelijk, hè. Dankjewel.
Dus ik ben heel onverwachts nog iets gaan eten met Jill en Stephanie. We zijn gaan eten bij zo'n all-you-can-eat sushi restaurant, zoals jullie gezien hebben. Na alles wat ik jullie gezien heb, hebben we nog een ronde gedaan. Maar ik was zo moe. Ik had gewoon geen energie meer om te filmen. Maar ik ben nu net terug thuis. Het is al vrij donker. En ik ga nu alle diertjes nog wat eten geven. Binnenzetten. Dit is de nieuwste bewoner bij ons. Een klein haantje. Daar ligt mama kip. Met haar twee kuikentjes. Daar ligt Nookie. Met haar knuffeltje. Ben je fijn slapen, Nookie? Blijf maar liggen hoor. Blijf maar liggen. Ga maar fijn slapen. En wie hebben we hier nog? Hier zitten ook twee mama's met hun kindjes. Daar is een kindje. Hallo. En hier achter de deur zit Sookie. Hey Sookie. Mag fijn slapen, hè? Millie, jij mag nog buiten blijven. Goed? Kom. Ja, ga maar naar buiten. Ga maar naar buiten. Ik ga het licht uit doen. Gaat iedereen slapen. Mijn mama heeft lekkere groentesoep gemaakt met de groentjes die we nog in onze koelkast hadden liggen. Dus ik ga een kommetje soep eten. Het is nu 11 uur. Ik heb net nog een paar video's bewerkt op mijn computer. En nu ben ik toch wel echt ongelooflijk moe. Maar ik wil nog heel graag mijn serie kijken die ik heb opgenomen. En nog een snack eten. En we knuffelen met Zara. Gaan wij nog fijn knuffelen? Ja. Jij komt vanavond bij mij slapen in een bedje, hè? Maar. Dus ik heb nog 2 kleine snacks meegebracht naar boven. Als eerste heb ik hier een kommetje met appelschijfjes en wat pindakaas. En als ik daarna nog zin heb in iets lekkers, dan heb ik deze pindanootjes die bedekt zijn met pure chocolade. Dus de dag is een beetje anders verlopen dan ik verwacht had, maar het was wel een hele fijne dag. Ik heb me echt kunnen ontspannen en dat had ik wel nodig, want de laatste weken heb ik het zo druk gehad. Dus ja, ik vond het een fijne dag. Ik hoop dat jullie het een fijne video vonden om te kijken. Ik ga hier de video eindigen, want ik wil mijn serie kijken en ik ben echt heel moe. Dus dat was het voor de video van vandaag. Laat me weten wat jullie ervan vonden. En ik hoop dat ik jullie weer zie in de volgende video.